Geen oranje tenue voor de tafelvoetballers, maar wel een rood-wit-blauw trainingspak. Morgen vertrekt het Nederlands team naar het WK in Italië en daarom nog een laatste bondstraining in Eersel. En daar worden nog even de laatste trucjes geoefend. Nou, dit is een kanbal met de driestang. Het vergt heel wat uurtjes om dat onder de knie te krijgen. Zelf heb ik er echt honderden uren op moeten trainen. En zoals je ziet, lukt die aardig. Opvallend is dat het hele Nederlandse herenteam uit Limburgers bestaat. Hans Monsuwe en Jo Frans uit Ubachsberg kwalificeerden zich door Nederlands kampioen te worden in het mannendubbel. Het is de eerste keer dat ze naar zo'n groot toernooi gaan. Als we kijken aan het spel staan, willen we natuurlijk wel winnen. Hè? Dat is tenminste... Olympische gedachte is natuurlijk in deze belangrijk, maar ja, we zijn denk ik allebei te veel winnaar om zomaar te gaan. Dat je denkt van we willen toch ook presteren, absoluut. Tafelvoetbal is begonnen als een echte cafésport, maar is inmiddels uitgegroeid tot een mondiale sport met veel beoefenaars en publiek. En net zoals het voetbalveld van PSV anders is dan dat van Roda, zo heb je ook verschillende voetbaltafels. Het is iets wie de Amerikaanse klasse is, alles op kunststof. Er werd in Amerika, Zuid-Amerika, China, Japan en zo opgespeeld. Dat zijn toch wel bredere poppen, zodat ze een andere stijl ook spelen, meer met de bal, neer voor de pop. Als je de Europese klasse ziet, dan werd er een andere stijl gespeeld. Er zijn nog dunnere poppen, met de bal onder de pop eigenlijk. Maar gelukkig zijn de Nederlanders echte allrounders, dus die kunnen op iedere ondergrond spelen. Het WK begint morgen en duurt nog tot en met zondag.